Goed. Marieke Blom, zoals gezegd, chef-econoom ING Nederland. De vraag is dus, waar wil je het vanavond met ons over hebben? Ja, ik wil het hebben over hervormen. Want ik mag natuurlijk heel erg de economie duiden. Hè. Ik mag daar naar kijken van, nou, gebeurt er nou wat? Gebeurt er nou echt iets? Hè? Verandert Nederland nou echt daardoor? En ik wil jullie laten zien, zijn we nou wel of niet aan het hervormen? En waar gaat het dan naartoe voor de toekomst? Heel goed. We gaan terug in de tijd. Ja. We gaan kijken naar het jaar 2009. Dames en heren, Balken en de Vier was bezig. En toen was Rutte nog oppositieleider. Ja. En die was niet tevreden over het hervormingsagenda van dit kabinet. En dat klonk in de Kamer als volgt. Deze motie van wantrouwen komt er omdat u geen beleid voert. Omdat u geen maatregelen neemt. Omdat u aan derden uw verantwoordelijkheid wegdelegeert. Daarom zeg ik tegen u, regeer of stap op. Vandaag laat u duidelijk blijken, u gaat niet regeren. Dan is maar één conclusie denkbaar, opstappen. Ja. Ja, en dan maken we een klein sprongetje in de tijd. En daarna mag je het aan jou, want dan is het natuurlijk... We gaan naar de algemene beschouwing dus van 3 weken geleden. Daar is Buma, de partijleider van de CDA... die vindt eigenlijk dat het kabinet nog onvoldoende doorpakt en voldoende hervormt. Ja, en nu krijgt hij het aan zijn broek. Nu kreeg Rutte, mag zich dan verantwoorden over het feit of hij wel voldoende hervormt. En dit was de reactie. Ja. Voorzitter, dit is echt geen vergelijking. Het kabinet Balken en de Vier heeft echt niets gedaan. Dit kabinet is bezig om de economie, ik zeg het even met respect voor alle PvdA-collega's, maar ik denk dat we dat echt toch met elkaar moeten vaststellen. Dit kabinet is bezig om de overheidsfinanciën voor een bedrag van 51 miljard te hervormen. Mijn stelling is dat we inmiddels meer grote hervormingen doorvoeren dan de hervormingskabinetten Lubbers 1 en Balken en de 2, waar wel hervormd werd. Rutte 1 misschien ook even... Rutte 1 praten we zo apart over. Heel geestig. Daar praten we zo apart om. Een kleine kring. Maar... Ja. Hij hervormt wel. Hè. Ik bedoel, laten we dat vooral niet vergeten. Dat is de boodschap die hij hier aan het neerzetten is. Die zorgvuldig aan het planten is. Waar hij ook al een tijd mee bezig is. En tegelijkertijd zie je hier ook even die chemie tussen Asscher en Rutte. Daar kun je even wat grapjes over maken met elkaar. Ik denk dat hij ook gelijk heeft. Hè, dat hij ook echt aan het hervormen is. Maar hij wil dat echt heel nadrukkelijk claimen. Hij wil dat laten zien. Er gebeurt wat, mensen. Want ja, dat is een, dat past goed bij de VVD. Dat is buitengewoon aantrekkelijk voor hem als dat het stempel is wat dit kabinet uiteindelijk meekrijgt. En dan doe je het hervormingskabinet. Het hervormingskabinet. Ja, en zeker hij zelf ook, de grote hervormer natuurlijk. Ja, dat zou prachtig zijn. Nou, doen jullie bij de ING ook vaak onderzoek om te kijken hoe die hervormingen dan beleefd worden in den landen? Ja, inderdaad. Nou, we zien eigenlijk 2 dingen tegelijkertijd gebeuren. En het eerste is als we aan mensen vragen van, nou, wie raken die hervormingen nou? Hè? Dan vragen we dat aan onze klanten. Daar wordt door 10.000 mensen antwoord op gegeven. En de vraag van, nou, zijn het nou vooral de rijkeren of de armeren die dit financieel voelen? En dan zegt echt een grote meerderheid armere, lagere inkomens. En hoewel ik zelf denk dat dat echt genuanceerd ligt. Hè, we hebben ze ook helemaal geanalyseerd, al die hervormingen. Vooral de programma nuance. Juist, inderdaad, geen nuance. Het volk denkt, het raakt vooral de armeren. Hè, en dat is natuurlijk buitengewoon onaangenaam voor de Partij van de Arbeid. En het andere punt, het volk denkt, het gaat mij te snel. Als we aan mensen vragen, wat vindt u van het tempo van de economische hervormingen? Dan is er een hele grote groep mensen die zegt, het gaat me veel te snel. Er is ook een groep mensen die zegt, het gaat me te langzaam. Maar meer mensen zeggen uiteindelijk, het gaat mij te snel. En dat is ook, kijk even naar deze twee mannen, natuurlijk de grote uitdaging met hoe gaan we nu verder? He, want dan heb je inderdaad, dan sta je nu op Prinsjesdag. En dan moet je je dus afvragen van, nou ja, eigenlijk al die hervormingen, dat hebben ze allemaal al besloten. He. Vanaf volgend jaar wordt dat gewoon ingevoerd. En dan moet je met elkaar gaan bedenken van, nou, hoe gaan we nou verder? En hebben we nog wel wat te doen? Goed, dat is dan de grote vraag. En dat was ook de oppositie, hè? De willing opposition, maar die vroeg zich dat ook af. Ga je op je handen zitten? Ja. Heb je fragmenten meegenomen ook, hè? We hebben eerst nog volgens mij Rutte anders. Gaan we nog één keer kijken. Die ook de claim van wij zijn hervormers. Oh ja. Hij gaat het zelf nog bijzonder even zeggen. Bijzonder is dat de eerste helft van dit jaar heel veel van de hervormingen die het kabinet zich had voorgenomen nu door de Tweede Kamer zijn. In heel veel gevallen ook door de Eerste Kamer. Een aantal hervormingen komen er nog aan. De hervormingen moeten ook nog maatschappelijk een succes worden. Maar goed, in ieder geval wetgevingstechnisch is er heel veel gebeurd.
Zodanig dat ik niet zo gauw een kabinet zou weten na de oorlog, wat zoveel hervormingen in zo'n korte tijd door de Kamer heeft kunnen loodsen. Met steun van de regeringspartijen, maar dus ook de drie partijen die gezegd hebben, wij zijn bereid die plannen van steun te voorzien. Ja, en hij zou ook kunnen zeggen, van, nou, hij heeft al zo, hè, bedoel, hij vertelt het hier zelf, ja, hij heeft al meer gedaan dan wie dan ook. Hè, dus je zou kunnen zeggen, van, nou, dan kun je nu gewoon gaan uitrusten. Hè, dan, kun je nu ja. gewoon, dan ben je gewoon klaar. Maar goed, ja, dan komt inderdaad die oppositie die komt eraan en die zegt, van, nou, hebben jullie nog wel wat te doen eigenlijk? Daar hebben we ook een fragment. Ja, van Pechtold gaan we zien. We zien, op tv rond Prinsjesdag zei u alleen maar, er ligt een concreet plan. Er ligt dus geen concreet plan, want er zijn al 27 pagina's, maar de enige nummers die ik erin vind zijn de paginanummers. En dan is, hoe heette dat gisteren hier, dan is zo'n voorstel gratis bier. Ja, dit gaat over de belastingherziening. Hè? Dit is eigenlijk, al maanden geleden hebben ze gezegd, van, nou ja, maar nu, wat we dan nu gaan doen is ook het belastingstelsel herzien. Hè? Dus dat is dan ook echt een hervorming nog weer. Dan komt er nog weer iets bovenop. Prachtig natuurlijk ook voor de VVD als dat ook echt zou gebeuren. Maar je ziet in de notitie die daarover geschreven is, ja, daar zit een begin in. Maar even helder, daar zijn ze natuurlijk niet uitgekomen. Je hebt ons net echt haarfijn uitgelegd dat voornamelijk die PvdA-achterban natuurlijk zegt, dit gaat me te snel. Ja. En die hervormingen komen voornamelijk bij arme mensen terecht. Dat zijn natuurlijk de PvdA-electoraat. Ja. En de andere kant die het niet snel genoeg vindt, zit of bij D66 of bij de VVD. Ja. Zo simpel. Ja. Dus dat levert het spanning op van de zomer. Daar komen ze niet uit en schuiven het belastingplan naar voren toe. Ja, ze schrijven er een verhaal over in tekst zonder cijfertjes erbij. Hè. Dat is eigenlijk wat ze hier gedaan hebben. En daar zit wel een richting in. Als je nou zou moeten zeggen, van, nou, wie kan dat nou uiteindelijk gaan claimen, hè, de richting die daarin zit, dan verwacht je toch dat iets makkelijker zal zijn voor de VVD. Want de richting die erin zit, hè, wat probeer je met zo'n belastingherziening? Ja, daarmee probeer je de economie een beetje meer dynamiek te geven. Daar probeer je een beetje tempo mee te geven. Nou, en dat is, hè, ook wat de VVD daar meer mee wil uitstralen. Hebben we een... Dan gaan we eerst wie bekijken, de staatssecretaris van Financiën. En die reageert even op dat belastingplan. Komt dat nou wel of niet? En zo ja, wanneer dan? Nou, ik vond de enorme opsteker voor mij in de Kamerbehandeling was twee dingen. De eerste was natuurlijk dat iedereen snel wilde. Nou, deze coalitie wil ook snel. Dat willen we echt graag. Dus het enthousiasme, wat natuurlijk de afgelopen jaren nog af en toe best tegenviel, is nu heel groot. Ja. Ja. En eigenlijk parkeren we jouw hele pleidooi. Parkeren we nu? En gaan we naar iets toe wat jou opviel en waarin zo direct alles bij elkaar komt. We gaan namelijk kijken, zeg ik het goed, naar een speech van Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken, vicepremier. Ja. En die heeft over de voor- en nadelen van de robotisering een verhaal gehouden. Ja, want inderdaad, VVD even hier bij dit verhaal, economie, dynamiek, belasting. En afgelopen maandag mocht ik aanwezig zijn op het SZW-congres, waar Asscher dan de grote arbeidsmarktreding uitspreken. Ik was daar uitgenodigd omdat ik mij heb opgeworpen als robotoptimist. Asscher ging daar... Dat was een vacature, ik begrijp het gedaan. Ik mocht daar even vertellen van het valt allemaal wel mee. Maar Asscher die ging daar een verhaal houden. En ik had van tevoren had ik ook de bullets gekregen van die speech. En ik dacht, wat gaat hij nou zeggen? Want er stond eigenlijk van, nou ja, het kan vriezen, het kan dooien. Het is een beetje positief, het is een beetje negatief. He, ik kreeg die tekst. Ik dacht, wat gaat hij nou doen? Wat gaat hij daar nou zeggen? En ik zat naar die speech te luisteren. En dat gevoel ging eigenlijk niet weg. He, is het nou goed of is het nou niet goed? Nou, en toen gebeurde er iets interessants in de pers. Eerst even het fragment van het NOS-journaal. Juist. Het gaat nu zo snel dat heel veel van het werk dat vandaag nog door mensen gedaan wordt, het sorteren van de gele en de groene paprika bijvoorbeeld, is op vrij korte termijn gebeurt dat door robots. Nou, dat is niet mooi, hè? Dus dat werk wat nu nog gedaan wordt, dat op vrij korte termijn gebeurt dat door robots. Nou, kwam daar een fruitteler, kwam daar naar me toe en die zei, nou, die robots die kunnen nog helemaal niks. Want als je die paprika precies neerlegt waar die robot weet dat die is, dan kan hij hem van A naar B verplaatsen. Maar dit kan die robot echt nog niet zomaar, zeg ik even als robotoptimist erbij. NOS, hè? Die robot die kan onze banen overnemen. Nu.nl, robots pikken onze banen in. Hè? Dus dat gebeurt dan. Hè? En Asscher geeft deze quote af aan het NOS-journaal. Dus je denkt dan bij jezelf, van, nou ja, dan zal hij dat wel willen benadrukken. Ja, groot en onheil komt op ons af. Groot gevaar. Maar luister dan nog even naar het einde van zijn speech. Wat mij betreft ligt daar ergens op die tweede helft een toekomst van wel degelijk zinvol werk voor iedereen. Niet in plaats van, ook niet tegen, maar naast allerlei vormen van robots. Met een eerlijke verdeling van welvaart.
En kansen voor iedere kind, ieder kind dat geboren wordt. Ja. Dubbel. Ja, dus het kan wel, ja, hè? Die robot, daar kunnen we samen mee. Wat wil hij nu eigenlijk met deze speech zeggen tegen ons allen? Ja. Wat nou, vond jij? Ik heb er echt oprecht de hele week over na zitten denken. En vanwege dit programma werd ik getriggerd om dat nog een keer te doen. Want ik heb normaal gesproken gewoon lekker op die economische inhoud en noem maar op allemaal. Maar hierdoor werd weer aangewakkerd mijn gevoel van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk echt op de achtergrond? Die speech nog een keer nalezen. Het gaat echt over de grote thema's, hè, die speech. Het gaat over de toekomst, het gaat over technologie, over groei. Hij zet daar een agenda neer. Het gaat over de arbeidsmarkt, maar het gaat ook over het belastingstelsel. Het gaat ook over onderwijs. Hij maakte daar opmerkingen over het belastingstelsel en kapitaal. Wat een beetje gaat in de richting van, nou, dan toch maar meer belasting heffen op kapitaal. Dat je denkt bij jezelf, nee, maar dit is een grote visie voor de toekomst van Nederland, mensen. We horen hier iemand die neerzet van, ja, mensen, in de toekomst hebben wij de sociaaldemocratie nog heel hard nodig. En als ik dat nou even combineer met die VVD, hè, met die belastingherziening, hè, met dat verhaal over dynamiek, dan zie ik opeens een VVD die een verhaal vertelt over dynamiek creëren. En ik zie Asscher die een verhaal vertelt over mensen eigenlijk beschermen tegen die dynamiek. Hè. Want als je uiteindelijk helemaal, zeg maar, uit elkaar haalt van, okay, wat dus zegt hij nou precies? We kunnen die dynamiek eigenlijk alleen aan met de Partij van de Arbeid, anders gebeuren er ongelukken. Ja, ja, inderdaad. Dus jij zegt eigenlijk dat hij over de rug van paprika's een verkiezingsverhaal verteld heeft? Dat denk ik, ja. Peter, ja. Kay, eerste reactie? Nou, kijk, ik heb wel gemerkt hoe fout het is gegaan in het vertellen van het verkondigen van de boodschap. Want wij hadden een halve afspraak met Asscher dat hij wellicht bij ons zou komen in het programma. Maar wij vonden robotisering, daar twijfelden we nog een beetje over. Maar in de loop van die middag dachten we, hey, dit is het toponderwerp, die Asscher komen. Dus toen we begonnen te bellen en vragen van, kom maar, we willen hem graag ontvangen. Toen was inmiddels de boodschap, gaan we niet meer doen. Hoezo? Wat is het? Nou, nee, dat komt niet uit. Hij heeft een andere afspraak. Inmiddels willen we niet meer. Nou ja, uit alles kon je zien waarom dat was. Want de boodschap was helemaal geframed op verlies van arbeidsplekken. En na de boodschap. En het positieve was helemaal verdwenen. Maar, ja. Dus is ja. Er iets fout gegaan ja. In het neerzetten van de boodschap? Nienke. Ja, juist de kans denk ik dan om wel bij jullie te gaan zitten. Maar... Nienke, we zijn vandaag enorm van de complottheorie. Maar we zijn eerder met Marlie, helemaal de kop van het programma, even aan de slag geweest. Met toch rumoer, verontruste VVD'ers die in de Telegraaf zeggen, Team Samson loopt leeg en het gaat daar niet goed. We zien dus, we hebben net de analyse gehoord van een Asscher die eigenlijk over de rug van paprika's eigenlijk een grote visie neerzet. Die over veel meer gaat dan paprika's en robots. Namelijk over waar je de PvdA de komende decennia voor nodig hebt. Zien we hier twee partijen die aan het voorsorteren zijn op verkiezingen rondom de Provinciale Staten? Nou, dan moet ik wel een hele grote complot... Nou ja, ik weet niet. Laat ik het zo zeggen. Die speech over die robotisering, dat is iets wat ze op het ministerie van Sociale Zaken helemaal zelf geagendeerd hebben. Ze hebben hetzelfde agenda gezet, hij heeft zelf daar een speech gegeven. Die hebben ze groot weggezet. Dat is niet zomaar een futiliteitje even. Nou ja, maar dan is het in ieder geval niet goed gelukt. Nee? Mag ik die vraag aan jou even terugstellen? Deel je dat met Anienke? Is het gelukt, de opzet? Nou, in die zin is de opzet, hè, wat jij ook zegt, van ja, de boodschap is heel raar overgekomen. Dat je echt gewoon letterlijk aan de ene kant koppen ziet van, nou, hè, robots zijn een kans. Hè, dat hij retweet, of hij tweette zelf ook een artikel van het NRC wat kopte met robots zijn een kans. Dat is de tweet die er daarover plaatst. Hij kijkt er nog wel wat zorgelijk bij. Alsof hij net hij ziet eruit dat hij net 6 paprika's gegeten heeft. Maar hij is niet bang voor de robots, hè. Dit zet hij zelf op Twitter. Ja, dus in termen van geluktheid qua media-offensief denk ik inderdaad van een hele lage score daarop. Maar als je het verhaal nog een keertje doorleest, dan denk je wel van ja, hè, wel inderdaad een visie neergezet. Want wat mij ook opviel en daar ook over aan het denken zetten, was Martin Visser van de Telegraaf. Ja. En die zei... Daar komt hij aan zo. Komt hij aan. Ja. Robotvisie, wat een verademing, hè? Een minister met ideeën. En die ging er heel erg op in van, ik ben niet zozeer met hem eens, maar ik ben ontzettend blij dat ik hier een politicus zie die echt een lange termijn visie aan het neerzetten is. Hè, en ik denk, wat het interessante is van deze twee verhalen, als je even dat VVD, dynamiek, belasting, noem maar op, hebt. En aan de andere kant dat verhaal van Asscher, ze kunnen samen. Hè?
Het is niet ondenkbaar dat je deze twee verhalen, zeg maar, dat je daar een synthese van maakt. Want je hebt die dynamiek van de VVD en je hebt de Partij van de Arbeid nodig om daar mensen tegen te beschermen en mensen in mee te nemen. Maar aan de andere kant, het is ook, hè, zeg maar, als je je wilt positioneren en als je weer dat grote verhaal wilt vertellen, hè, wat je toch ook weer leest, ook van binnenuit, van ja, de Partij van de Arbeid moet weer een groot verhaal vertellen, dan zie je hem wel hier een groot verhaal vertellen. Maar, dan heeft hij het maar vast gedaan. Je zag wel dat de VVD in de wandelgang en op Twitter er alleen maar grappen over maakte. Van ja, de boekdrukkunst, dat was toch ook een bedreiging voor onze beschaving. Ja, maar Nienke, Peter, ik wil het jou allebei even voorleggen. Ik hoorde in het Nieuwsportcafé van VVD-Kamerleden die echt verontwaardigd waren. Nee, ja. Wat doet die man? Waar is hij nou mee bezig? Iedereen maar angst aanjagen. Want Rob, waarom doet hij dat? Was echt behoorlijke verontwaardiging. Dus los van die grappen. Waarom zou de VVD, vraag het jullie alle drie, hier zo verontwaardigd over zijn? Nou ja, ik zie in ieder geval stukken inhoud waarvan ik denk van ja, dat gaat echt moeilijk worden voor hen om er samen uit te komen. Als hij zegt van nou, dit betekent ook iets voor het belastingstelsel bijvoorbeeld, dan kun je je ten eerste voorstellen dat hij hint op allerlei dingen die met de vermogensbelasting zouden gaan gebeuren. Want dat Piketty te veel kapitaal, dan eventueel kapitaal, vermogenswaarde belasten. Grote tweedeling. Dus daar zie je dat hij gewoon echt een andere kant op lijkt te gaan dan de VVD. Dus daar kan ik me in ieder geval ergernis over voorstellen. Nou, dan ga jij ervan uit dat die VVD'ers die speech gelezen hebben. Dat betwijfel ik al. Je ziet eigenlijk overigens nog meer bij D66, maar ook wel bij de VVD. Die zijn alvast aan het voorsorteren op een mogelijk leiderschap van Lodewijk Asscher. En Lodewijk Asscher wordt door tegenstanders in Den Haag weggezet als een hele linkse man. En let op, Lodewijk Asscher is echt wel een stuk linkser dan Samson. Want, en dan komen er allerlei argumenten. En misschien is het ook wel zo, dat weet ik niet. Maar dat frame, dat wordt alvast ingezet. Okay.